wel denken. Wie heeft de camera beet? Dat is mijn persoonlijke lopende statief. Oh, je wilt weten wie? Dat kan ik je helaas niet laten zien. Die persoon wil niet in beeld. Of wil je wel in beeld? Oh. Zie je? Ik zei het toch? Het is niemand. Het is niemand. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben Sarella. Het is vandaag zaterdag. Als jullie deze vlog zien, is het... Maandag. Maandag. Ik zei gisteren in de vlog ook maandag. Oeps, foutje. Het is dan maandag. En we hebben maandag alweer overleefd, jongens. Althans, nog een paar uurtjes voordat het weer dinsdag is. En voor je het weet, is het een weekend. Ik blijf alleen maar over het weekend heen doorzeggen. Maar in ieder geval, ik zal even laten zien wie mijn persoonlijke statief is. Oké. Ik zal niet moeilijk doen. Oké, ik ga het jullie laten zien. Tadaa! Dit is mijn persoonlijke statief. De mooie muur. De mooie muur, de muur. Ik ben niet scherp. De mooie muur, de muur, de muur. Nee, grapje jongens. Mijn persoonlijke statief staat hier. Tadaa! En hij beweegt. Oh, dat is heel erg eng. Als een statief ineens gaat bewegen, dat is niet goed. Nee, grapje jongens. Dit is Nigel. Dit is mijn vriendje, als je nieuw op het kanaal bent. Dit is mijn vriendje. En ik heb net een vlog geëdit. En daar wacht ik op tot hij klaar is met renderen. De Mount Everest op Nigel's hoofd gezien. Ik weet niet de schaap stelde, maar wow, die is nog groter dan de Mount Everest. Oh. Zien jullie die camper? Die kan zelfs nog over die Mount Everest heen rijden. En zelfs dan heeft hij nog moeite. Wat ben je nou boos op me? Wie ben jij? Wie ben je? Oh. Zo, echt een grote Mount Everest. Zo. Het is echt bizar hoe groot hij is, hoor. Oh, dit is echt niet normaal meer. Hij steekt gewoon, hij is nog groter dan je neus. Nigel, die is boos. En wat zeggen we dan? Pluk een roos. En zet hem op je hoed. Dan ben je zo meteen weer goed. Gaan we een kusje geven? Kusje. Je hebt lippen zo op je wang. Ik ben bij de IKEA geweest, maar ik mocht haar helaas niet binnen filmen. Ik wou nog woordgrappen maken, maar het was echt super druk. En hij zei, nee, niet doen. Mm-hmm. Nou, ik heb een dekbed gekocht, want ik had er nog maar eentje. Die andere, die... Eigenlijk heb ik er twee, maar die andere die is van, hoe heet het nou? Polymer? Nee? Polyester. Polyester, ja. En dat vind ik niet zo lekker slapen. Dus ik heb altijd cartoon. Dus aangezien ik dacht van, nou, om de hele tijd alles te wassen en te wachten tot het droog is. En dan een soort van half alsnog met een natte deken gaan slapen. Dacht ik, jongens, laten we eens een keer een nieuwe kopen. Want dan hoef je ook niet zoveel moeite te doen. Dus, wat hebben we gedaan? Mm-hmm. Ja, schatje, patatje. Yes. En hij is ook niet meer boos op mij. Nee. Met je Mount Everest ding. En hij draagt mijn tas, hoe lief. Oh, oké, dat had ik dus niet moeten zeggen, want nu moet ik mijn tas zelf pakken. Alsjeblieft. Ben je nou boos op mij? Ben je nou boos op mij? Help, ik word vermoord. Oh, wacht. Hou smeet, hou smeet. Hou smeet. Bah! Kiekeboe! En dan hebben we er weer terug doorheen. Oké. Dit is niet grappig. Ik heb een haar in mijn mond. Oké, nou, we gaan weer naar de bus. Holladier. Ik heb vandaag ook weer highlight. Een bros op. Bros. Bronzerol. Zien jullie het, guys? Misschien wel, misschien niet. Hij is er nou nog steeds bezig met die auto. Okidokies. We zijn even langs de Mac geweest, want ik wilde koffie. Maar ze hebben nu ook iets nieuws, iets met Mac Café of zoiets. En dit is de eerste keer dat ik dit
daar heb besteld. Ik heb ook altijd een normale koffie. Ik heb nu twee koffies, by the way. Dat is deze. Dat is die ijskoffie karamel. Daar heb je ook die mokka van. Maar dit is ook een soort van ijskoffie. Maar hier zitten dan ijskorntjes in. Het ziet er heel anders uit. En daaronder zit die siroop. Laat me dat nog even goed roeren. Dan gaan we eens even kijken of het heel lekker is. Ik heb net al wel een slokje genomen, maar het is wel echt... Je moet wel echt van koffie houden, want je voelt die espresso echt wel even erin kakken hoor. Nijtje zegt het valt wel mee, maar voor mij... Nijtje heeft trouwens kipnuggets. Ik heb niks genomen dit keer, ik heb me ingehouden. Oh, ik kan het echt niet snel drinken. Dit moet ik wel echt heel rustig drinken. Maar dit blijft alsnog mijn favoriet. Ik vind deze zelfs... Ik zal hem even pakken. Ik vind deze zelfs lekkerder dan van Starbucks. En dat zegt al heel veel. Maar Starbucks vind ik ook wel lekker. Die is ook wel lekker. Mag ik nog een kipnugget? Nee. Oké. Ja. Ik heb een kipnugget gekregen. Ik heb wat gedrukt, wat heb ik gedrukt? Waarschijnlijk ben je het opnemen. Oh, ja. Tijd om te tanken. Gij stopt pas in machine. Gij wacht en wacht en wacht. Hoezo doe je niet? Hé, dat was achtergrondmuziek, man. Nee, ik mag dat. Kijk hier, kijk hier. Kijk, ik heb het vet geleerd. Kijk hier. Kijk hier. Hij stelt niet scherp. Kijk hier. Wenst u een bon? Nee. Tank maar. Ja, jij bent echt de worst vlogger ever. Ja, ben ik ook. Hoeveel euro denk je dat tank? Nou, het is een bus. Dus ik denk... Ik denk dat je zo rond de 100 euro zit. Ik zeg aardig veel gereden. 62 euro. Ik zeg 83 euro. Geeft hij aan dan wanneer hij er vol zit? Stopt hij. Er gaat altijd nog een klein beetje bij. Oké, kan ik een beetje inzoomen? Natuurlijk kan ik dat. Een beetje stoppen. Nee, ga nog maar door. Ik zei 83. Nee, hij stopte niet. Dat deed jij. Is het 9? Zie je wel? Ja, maar het is diesel, hè? Diesel is veel goedkoper dan benzine. Ja. Moet je niet betalen? Dat kan wel. Woe! Tankpas. Ah, tankpas. Ja, maar dat had je niet verteld. Ik dacht het is benzine. Benzine is veel duurder. Het bedrijf gaat nou weer bus nemen die benzine rijden. Ja, weet ik veel. Ik waarschijnlijk. Wie ben ik, jongen? Ik weet niet wat Nijten net heeft gevlogd, maar hij heeft net gevlogd. Hij heeft gevlogd! Nijten heeft gevlogd! Yay! Ik kan slecht. Ja, jij bent echt een slechte vlogger. Hij ging hier, hè, voordat hij de camera op record drukte, wat hij trouwens nog ineens in de gaten had. Zat hij hier en hij zat alleen maar zo te filmen. En dan gaat hij nog inzoomen op zijn grote puist, poezoe daar. Hij heeft je al die tijd je adem ingehouden. Ja. Wow, dat is lang.
Woody. Ja. Dus we wonen bij in de Tempel. We wonen niet in de Tempel. Er is iets mis met onze farm, met onze greenhouse, Woody. Je komt wel echt binnen voor ons trouwens. Je ziet er weer in mij, Rudy. Oh, we hebben niet heel veel van die darts meer, Rudy. Wat is een hitbox? Dankjewel. Oh, stamina is echt heel low. Oh, vind ik wel ik denk dat dit, wanneer ik het denk, dat hij 130% movement heeft. Ja, oh wel, oké. Dat is mooi. Ze hebben altijd andere stats dan. Dus. Ja, dat is wel waar. Het is natuurlijk geen zaterdagavond zonder een snackie. En dan zou je denken dat je overbelicht bent. En dat ben je ook. En dan zou je misschien denken van, nou, Sorella. De meeste mensen liggen om deze tijd wel te slapen, maar het is zaterdagavond. Het is nu, zeg maar, bijna 11 uur over 10 minuten. Dus nou ja, de meeste mensen liggen nog niet te slapen. Maar de meeste mensen, als je volgens mijn leeftijd bent, die hebben meestal trek in een late night snack. En vooral rond deze tijd. Dus dit keer is geen KFC, maar we gaan lekker mini frikandelletjes doen met bitterballetjes. Dat is ook een keer lekker. En we zijn ondertussen lekker YouTube aan het kijken. En de kat is naar buiten gegaan. Great job, Nigel. Moet ik nog tegenhouden? Ze liep eerst langs jou, hè? Ja. Nee, ik ben aan het vloggen, ik zie dat niet. En Leila, die is gewoon beneden. En dan zou je misschien, ja, logisch. Maar Leila, voor Leila is het echt niet logisch. Leila ligt alleen maar in mijn kamer of op zolder. En dit keer is ze gewoon hier beneden. En eerst zat ze de hele tijd daar zo. En nu zit ze gewoon daar bij ons te chillen. En dat is echt zeldzaam. Hey, zit jij lekker te chillen? Je bent nog een beetje bang, hè? Ik zie het aan je oogjes. Oh. Kijk eens. Dat is lekker. Wil jij een bitterballetje, schat? Ja. Ja? Ik heb ketchup, mosterd, maar daar hou je niet van. En... mayonaise. Potheet was dit? Ja, ze kwam ook net uit de frituur, schat. Dat is ketchup. En hoe zijn die frikandellen? Ja, hier. Je gaat het alsnog doen, hè? Lekker? Nou, dan zet ik het op je schoot neer. En dan gaan we lekker smellen. En ondertussen lekker. Hoi, kijken! Yay! Kijk eens, jongen, ik zei je toch dat ze nog op bed zit. Het bed is gelukt. Nou ja, een soort van half. 1 tip voor mezelf, aan mezelf in de toekomst. Neem geen beddek overtrek. Maat 200 plus 200, maat 200 keer 200. Neem 220 of 240. Want je wollen deken, die past niet in 200. Dus, dan weet ik dat in ieder geval voor de volgende keer. Zo, ik kom ineens met mijn woorden. Ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze vlog. Vond je deze video leuk? Beloon hem even met een blauw duimpje omhoog. Ben je dan niet geabonneerd? Druk op de abonneerknop. Het is geheel gratis. En hoop ik jou morgen weer te zien bij een nieuwe vlog. Doei!